Halverwege de laatste bocht. Paarden gaan de laatste rechte lijn inkomen. CBO leidt. Veen Beukerswijk ligt tweede. Buitenkant komt Monaco Royal Event. Helemaal aan de buitenzijde probeert ook Science Brother nog te komen. Zijn in de laatste rechte lijn. Eusebio leidt makkelijk. Eusebio laat wel de binnenkant vrij. Daar zou nog wat kunnen komen. Bijvoorbeeld Dylan Meadow. Eusebio aan de buitenkant. Monaco Royal Event. Monaco Royal Event gaat ernaast komen. Gaat er ook aan voorbij. Monaco Royal Event gaat hem winnen. Eusebio wordt tweede. Dylan Meadow derde. En de vierde plaats is voor het nummer 1 van Dria de Boko. Uitslag is officieel, dames en heren. Heeft niet geleid tot een wijziging in de uitslag. Het onderzoek. Winnaar is geworden paard nummer 5. Monaco Royal Event. Paard is gefokt in Zweden. In het bezit van stal PD. Trainer is Bas Krebas. De rijder John de Leeuw. En die won hier op weergeloze wijze in 1:15:07. Peter Delis namens stal PD aanwezig. Trainer Bas Krebas ook. En zijn levenspartner Astrid Bos. We zijn net de privé. We gaan ze even allemaal langs. Vleespakket voor John de Leeuw. Dat is lekker voor op de barbecue. En de winnende tijd nogmaals, dames en heren. Het ging hard 1:15:07. En dan gaat hij beginnen aan de herenronde, dames en heren. Geef een applaus in de PD-kleuren. De kleuren die zoveel doen voor de sport. En ze hebben nu ook een winnaar. Stal PD, Monaco, Royal Events. Op ruim 100 meter van het startpunt. Startgevallen. Die begint met een galoppade voor het veld uit van Gil Schenke. Gil Schenke probeert zich uit de voeten te maken. Uitgeschakeld nummer 4-4 galop. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht. Leiding wordt aangenomen door Danny Brouwer. Die duikt als eerste de bocht in met Bimbo de Folly had een beste start en daarachter op plaats 2 ligt Niels Jongejans al met Eusebio. Die heeft al aangekondigd dat hij gas gaat geven en daar begint hij nu al mee. Hij gaat de leiding zo meteen overnemen. Eusebio komt nu aan kop en zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. En hij gaat straks wel een aanval krijgen, Eusebio van Veen Beukerswijk. Veen Beukerswijk aan de buitenkant komt naar voren, maar Eusebio wil niet afgeven. Waarom zou Eusebio dat ook doen? Eusebio gaat heel best van kop af en dat weet Roegers ook. Die gaat er achterin parkeren nu met Veen Beukerswijk. Daarachter op de derde plaats ligt Bimbo de Folly. Vierde plek daarachter is voor Monaco Royal Event. Op de vijfde plaats ligt Dria de Boko. Gaat heel hard. Zesde plaats aan de relingzijde. Volgt dan Cashflow. Uitgeschakeld nummer 11 galop. En zo gaan de paarden de rechte bocht in. Leiding daar in handen van Eusebio. Eusebio op de tweede plaats Veen Beukerswijk. Derde plek daarachter is voor Danny nog altijd met Bimbo de Folly. Gaat nu aan de buitenkant naast zich krijgen. Monaco Royal Event. Die gaat hem ook voorbij. Daarachter Cashflow. Die zit nu vast achter Bimbo de Folly. De buitenkant gaat Dria de Boko. Uitgeschakeld nummer 2 galop. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Ook nog in de kopgroep aanwezig. Gaat mee in de tweede spoor. Nummer 6 van Ruud Pols, Dylan Meadow. Ook bij de kopgroep inmiddels aangesloten Science Brother. Paard dat veel gespeeld was. Had een hele matige start. Maar ligt nu wel aan het veld. En zo gaan de deelnemers de laatste bocht opzoeken. En Jong Jans trok aan een touwtje. Welk touwtje zou dat geweest zijn? We denken het proper touwtje. Want Eusebio begint te versnellen. Eusebio pakt 2 lengte voorsprong. Veen Beukerswijk was net naar het tweede spoor gegaan. Gaat nu weer proberen de aansluiting te pakken. Dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Paarden gaan de laatste rechte lijn inkomen. Eusebio leidt. Veen Beukerswijk ligt tweede. Buitenkant komt Monaco Royal Event. Helemaal aan de buitenzijde probeert ook Science Brother nog te komen, zijn in de laatste rechte lijn. Eusebio leidt makkelijk. Eusebio laat wel de binnenkant vrij. Daar zou nog wat kunnen komen. Bijvoorbeeld Dylan Meadow. Eusebio aan de buitenkant. Monaco Royal Event. Monaco Royal Event gaat ernaast komen. Gaat er ook aan voorbij. Monaco Royal Event gaat hem winnen. Eusebio wordt tweede. Dylan Meadow derde. En de vierde plaats is voor het nummer 1 van Dria de Boko.